Hi Robin, how are you? Long time no see. Yeah, very nice. Yeah. 1630, we have the lock. We zijn mee met Tom van Holsbeke, een van de vele loodsen die op het kanaal en in de Scheldemonding actief zijn. De Primula Seaway is een bovenmaat zeeschip die verlaat zo dadelijk het Mercatordok in Gent, gaat richting Terneuzen. In principe komen wij aan boord in Gent. Wij varen met het schip tot in Vlissingen, dus dat is een hele kanaaltraject met drie bruggen, het sluizencomplex. En in Vlissingen worden wij dan afgelost met een motorboot door een zeeloods. Anne van Drie, u komt er toch niet voorbij? Nee, klopt. Ik zie dat u al los bent en zo ver vooruit. Oh, she's waiting, Captain. She will wait. Let's go. Ja. En die zeeloos die brengt het schip dan verder naar zee. Tot als die helemaal vrij is van de zandbanken en dat de verkeersintensiteit geweldig begint uit te dunnen. Op volle zee ligt dan een schip van het loodswezen. En daar kan dan de zeeloods afgehaald worden en wachten op een inkomend schip. En dan begint het van vooraf aan. Dan brengt die tot Vlissingen, gaan wij aan boord en brengen wij tot tegen de kaai. Schepen langer dan 80 meter en schepen met een gevaarlijke lading zijn hier verplicht om een loods te gebruiken. Een loods werkt altijd in een vast havengebied en kent daarom de lokale omstandigheden als de beste. Uiteindelijk kom je met die schepen toch voorbij Zaalzaten, voorbij Terneuzen. Sommige van die schepen die hebben 50.000, 60.000 ton jetfuel aan boord, andere die hebben 10.000 ton benzine aan boord. Dus eigenlijk is het omwille van de veiligheid toch wel beter dat daar iemand op zit waarover de gemeenschap controle heeft, dat ze weten van wij weten die man is degelijk opgeleid en die kan het. Hè. Die heeft ook de lokale kennis, waardoor hij het ook allemaal veel vlotter zal doen. Als een kapitein het moet doen, die komt hier minder vaak, die kent minder de procedures, waardoor de capaciteit van je sluizencomplex enorm zal dalen. En dan zal je niet zoveel schepen kunnen schutten op een dag. En kan je haven ook niet groeien, dus je hebt om de, ja, de olie die de machine doet draaien zijn voor een stuk wel de loodsen. We zijn een bocht aan het nemen hier, dus ik ben nu die bocht aan het een beetje met een keer, niet in één keer, maar met kleine stapjes aan het nemen. Met dit stukje wordt het roer bediend, ja. Om loods te kunnen worden moet je zeevaartschool gedaan hebben. En je moet het brevet halen van kapitein te lang omvaart. Het hoogste vaarbevoegdheidsbewijs voor alle tonnenmaten. Ja, om dat te halen moet je dus lang varen. Dus iedereen van ons heeft eigenlijk 10 jaar lange omvaart gedaan op containerschepen, vrachtschepen, tankers, whatever. Dus we hebben nu het hele kanaal afgevaren, we komen nu vlak voor de sluis. En om de sluis in te gaan op deze schepen, omdat het lijnschepen zijn, doet de kapitein dat volledig zelf. Kijk, het is van het stikje gegaan, van de autopilot, en de kapitein heeft nu de controle hier genomen op de zijkant. Op het kanaal, maar ook op de Westerschelde, varen zowel Nederlandse als Vlaamse loodsen. Omdat via de Westerschelde ook naar Antwerpen wordt gevaren, zijn de Vlaamse loodsen in de meerderheid. Maar de samenwerking over de grenzen verloopt prima. Vroeger hadden we de situatie waarbij schepen gewoon vertrokken als ze klaar waren. En of er nu sluis was of niet, het schip vertrok. En dan kwam je daar in Terneuzen en dan had je de eerste 2-3 uur geen sluis, omdat er 3-4 schepen lagen te wachten. Maar als je er niet was, had je ook helemaal geen sluis. Dan was je ook nog je beurt kwijt. Dus dat is allemaal verleden tijd. Nu wordt er ernstig gepland. En als een schip geen sluis zal hebben op zijn virtuele tijd, ja, dan vertrekt het gewoon een beetje later. Maar hij moet niet wakker liggen, hij is zijn slot niet kwijt. Veertig minuten na het passeren van de sluis zijn we ter hoogte van Vlissingen. Tom verlaat daar het schip en geeft het over aan de zeeloods, die het schip de Scheldemonding uit begeleidt.